So, ladies and gentlemen, let's get back to work for the second panel discussion that's going to start in just a minute. Of course, networking, a very important part of the top management event. The second panel is going to be with three more representatives of different businesses. First and foremost, ladies and gentlemen, Monsieur André Bouffioux, CEO, President of Siemens Benelux. Jacques Platiot, Country General Manager, IBM, Belgium, Luxembourg, qui mérite vos applaudissements aussi. Pierre Gurdjian, Managing Partner, McKinsey & Company, Belgium. Alors, vous avez entendu les différents intervenants lors du premier panel. Peut-être tout d'abord, ce que vous avez entendu, ça nous a mis sur la bonne voie. And we speak in the Kalamal, the Tal die we kiezen, whatever language comes to mind. Yes. Certainement, ça nous a mis sur bonne voie. Maar we moeten ook zien dat we de problemen kunnen indelen. Dus wij spreken graag over grote planetaire problemen. Die kunnen wij hier allemaal in de zaal niet oplossen. De wereldverwarming gaan we niet kunnen oplossen. De zaalverwarming waarschijnlijk wel. Dus laat ons de problemen cascaderen. Iemand zei ooit, als je één groot probleem hebt, knippen in stukjes. Wij gaan de hongersnood niet oplossen, wij gaan de volledige watersnood niet oplossen. Maar als technologische onderneming hebben wij wel oplossingen te bieden om punctuele thema's en om punctuele problemen aan te pakken. Et je crois qu'on devrait arriver à du concret, et également en Belgique, quand on parle de sustainability et de continuity, je crois qu'aussi là, il y a de l'inefficacité à résoudre devant notre porte. Mm-hmm. Jacques Platiot, d'accord d'aborder les choses de cette façon-là. On a abordé les grands problèmes dans le monde. On va essayer d'être très concret et de parler de notre pays. Je souscris complètement au premier débat, aux idées qui ont été échangées. En fait, il est un fait que nous avons devant nous des challenges absolument énormes, mais aussi des opportunités tout aussi importantes. Et donc, il y a certaines idées que j'apprécie beaucoup parce que je les retrouve complètement dans le cadre de mon entreprise IBM, hein, mais celle de réinventer l'entreprise. Je pense aussi, et je le vis aussi, la CSR, la responsabilité sociale, est complètement fait partie inhérente de nos gènes dans l'entreprise et même une condition pour la pérennité de l'entreprise. Mm-hmm. Très bien. So, Gurdjian, we've had Dutch, French, time to speak a bit of English for our English speakers. Yes? Thank you. Actually, when we speak about competitiveness and responsibility, I am tempted to use two different words, if you allow me. Going to use the words performance and health, which obviously are aligned with competitiveness and responsibility. The reason why I do that is when you think about health and how you build your own health as a person, it has to do with personal willpower. The same holds true for any organization, company in particular. And that's where I think the theme that Philippe de Wout put squarely on the table, the theme of leadership, is an absolutely key point. And I would say not leadership in a, of course, theoretical sense, because we can talk about leadership for hours, but I would say in a very specific context, which is permanent transformation. Now, again, these are words that might sound almost jargonesque, but what I mean by that is often in our mindset, you think about transformation as something that starts, happens, ends, and then you can kind of move on with your life. That is, of course, not a reality anymore. So when you think about leadership in the context of health, sustainability, I think one has to start thinking about what the implications for leadership are of a world with transformation as a norm and not transformation as a interim period. Bouffioux, heel concreet, wat doet u zelf om een verantwoordelijk en een rendabele onderneming te zijn? Well, ik heb in de eerste debatten, zoals mij verwonderd, dat er zoveel aandacht besteed werd aan het woord profijt en profitability. Dat is de key. Dus profitability is normaal, dat moet er zijn. En als een goed ondernemer veel winst maakt, dan is dat zeer goed voor hem. En dan applaudisseer ik met de beide handen. En het tweede, wat volgens mij ook een driver is, de competitiviteit. Dus ik gebruik dat spreekwoord graag. Alleen druk verandert steenkool in diamant. En competitiviteit is een belangrijk element. Waarom zijn wij vandaag gedwongen om te bewegen in West-Europa?
omdat er aan de andere kant van de wereld mensen zijn en mensen die opstaan, die onze levensstandaard willen hebben en daarvoor bereid zijn langer, harder en zich harder in te zetten voor eenzelfde innovatiegraad. Wij gaan morgen moeten delen, een deel van die rijkdom. En het bewust worden van deze planeten van de West-Europese volk in het bijzonder heeft ons ertoe aangeleid bij Siemens 4 jaar een reflectie te doen, startende van megatrends, vrij klassiek, wat is urbanisatie, zekerheid, trein, tramverkeer, ook ecologie en ook vooral de energie. De energie gaat de key zijn morgen. Van zoutwater kunt u drinkbaar water maken door middel van energie. Alle mogelijke ecologische problemen zal u morgen kunnen oplossen, maar u hebt daarvoor zeer, zeer, zeer veel energie nodig. Dus wat doen wij concreet? Wij hebben vandaag in ons portfolio een omzet ongeveer van 23 miljard in de groene economie. We hebben een geïnstalleerd vermogen in windparken van ongeveer 11 gigawatt. Dat is 11 maal doel 4. En ongeveer 6 tot 8 gigawatt in backlog. Dat is nog eens een keer 11 kerncentrales die er nog eens een keer gaan gebouwd worden. Daarvoor is een wil nodig. Daarvoor is een politieke wil nodig. Dat kan, dat gaat. Wat er voor ons staat nu, morgen in Europa, is een grote omwenteling. Wij kunnen daar allemaal aan deelnemen, ook in België. We hebben alle spelers, eerder al genoemd Umicore, maar we hebben alle spelers om daar een vooraanstaande rol in te nemen. Wij moeten ons allemaal scharen achter die technologische oplossingen en de industrie van morgen daarmee opbouwen. Nota bene, we hebben, om nu alleen te zeggen dat het kan, we openen op dit fabriek, die is al aangekondigd, stond al in de pers, een nieuwe fabriek in de United Kingdom met 700 mensen voor te starten, gaat uitgebouwd worden naar 3000 personen. Dus het kan, die groene economie, en wij maken met die 23 miljard euro. Wij maken daar winst mee en wij groeien met 11% per jaar in die groene economie. Mm-hmm. Vorig jaar op dezelfde bijeenkomst, hetzelfde event, zei Herman Daams: niets heeft nog een toekomst als het niet groen is. Monsieur Gourdian, vous qui êtes un peu derrière beaucoup de chefs d'entreprise dans la définition de leur stratégie, pourriez-vous nous donner quelques bons exemples? I'm not going to use the word green because I don't want to use that word because it's too loaded a concept. And actually, if I would use it, I would use it probably in a very different way than many people in the room. And I think it has become associated with almost a cliché. Now, what I think Herman Daams probably alludes to is what I would call mindset, if I may use that word, which to me is very important because I equate mindset with leadership, and particularly building leadership with shifts in mindset. And so therefore, the really interesting question is, in the world in which we are living, with all of the complexity, ambiguity, uncertainty, but opportunities that exist, one has to ask ourselves, what are the mindsets, the leadership mindsets, that will breed success, and how do you then build them? Green is then just a code word to express this whole series of things that have to do with that mindset. Let me just give you one example. And what is your own answer to your own question? That's not fair. I'll give you actually a result of a piece of... So what kind of mindset? Yeah. If we don't define it, we no longer define it as green. What? I'm going to call this tri-sector leadership for a second. And I know I'm probably using a cliche myself, but I think there's something very interesting in that. It's actually one of my colleagues who coined the term, thinking about what chief executive officers will have to deal with. And if you think about tri-sector leadership as being the ability to, of course, lead within a business context, but also lead within a public sector context with all of the stakeholder relationships and the political implications that it has, and the societal context, with other stakeholders, NGOs, et cetera, which for many companies are now as important in determining their future profitability as the others, then you start wondering, okay, what is then tri-sector leadership? What does it mean in terms of the things you need to do well, different than what you do today, and how do you transfer that to the rest of the company? I do believe in that notion, tri-sector. Mm-hmm. Jacques Plétureau, très concrètement, dans votre entreprise, après avoir entendu ce qu'il faut faire, que faites-vous et dans quelle mesure est-ce que vous avez déjà, ici aujourd'hui, entendu des choses dont vous dites « Ah, en rentrant dans mon bureau, je vais sérieusement réfléchir à ça ».